Anke, vertel eens iets over jezelf. Ik ben Anke Bertin en we zijn hier in het Ibis Styles Hotel in Zeebrugge. Ik ben hier gestart vorige zomer als general manager en ik run dus samen met mijn team hier het hotel. Ik vind de hotelwereld eigenlijk de meest boeiende wereld die er is, dus ik voel mij hier wel helemaal thuis. Door de ligging in de haven trekken wij hier natuurlijk wel heel veel bedrijfsklanten aan. Wij proberen ons ook te specialiseren in het organiseren van teambuildings en seminaries voor bedrijven. Aan de andere kant trekken we niet alleen bedrijfsklanten aan, maar toeristen ook. We liggen natuurlijk wel op wandelafstand van het strand van Zeebrugge, vlak aan de jachthaven en vlak bij het mooie Brugge. Dus ik denk voor de omgeving dat het hotel heel belangrijk is als aantrekkingskracht voor Zeebrugge als badstad, maar ook als leefgemeenschap. Wat betekent het project Nieuwe Sluis Zeebrugge voor jullie? We zijn eigenlijk heel enthousiast met het hele team hier om mee te kunnen werken en te kunnen deelnemen aan die nieuwe toekomst voor Zeebrugge, zowel als badstad als havengemeenschap hier. Want het komt natuurlijk wel dicht. We kijken hier nu naar waar de nieuwe sluis komt. Hoe kijken jullie zo naar het toekomstbeeld van rondom? Wel, natuurlijk, we gaan met die infrastructuur werken zitten in eerste instantie. Wij hopen natuurlijk op voldoende informatie en een hele goede communicatie. De bereikbaarheid van het hotel, ook voor de omgeving. Maar ik denk, eens die werken op gang zijn enzovoort, dat we ook heel snel de voordelen zullen zien. En hoe kan het project voor jullie als Ibis Styles eigenlijk een hefboom betekenen? Wel, een hefboom zal het zeker zijn. Een bredere sluis betekent natuurlijk ook grotere schepen. Veel meer aantrekkingskracht voor internationale bedrijven. Aan de andere kant gaan we hier ook een hele mooie groenzone krijgen, waardoor het ook aantrekkelijker is, zeker voor de toeristen, die Zeebrugge als badstad kunnen komen ontdekken. En het zal dan ook weer een badstad zijn die mee is met de tijd. Ik denk ook dat een goed draaiend hotel ook voor de bewoners en de omwonenden belangrijk is. Kijk maar naar de lokale horeca, de winkels. Iedereen kan er alleen maar baat bij hebben.